nog even. En een cosmetische ingreep is net zo normaal als naar de kapper of schoonheidsspecialist gaan. En dat terwijl we onvoldoende zicht hebben op de risico's. Zeggen in ieder geval mijn gasten hier. Afgelopen maand nog overleed een Nederlandse vrouw na een Brazilian butt lift in Turkije aan de complicaties ten gevolge van die ingreep. Wat doen mensen zichzelf aan en waarom met name? Daarover gaan we het hebben met Tom de Kaats en Annemette Hermans. Geef ze een groot applaus. Annemette Hermans, cultuurwetenschapper, mediawetenschapper. Ja, eclectisch. Eclectisch wetenschapper. Ja, eclectisch wetenschapper. Oké, okay, ja, leuk. Goed dat je bent. Ja. Hebben we niet vaak hier. Tom, plastisch chirurg, cosmetisch arts. Hoe heet het eigenlijk? Cosmetisch arts. Dus okay. Nederland is het eerste en enige land ter wereld waar je als medisch specialist een cosmetisch arts kan worden. Dus een plastisch chirurg die snijdt en een cosmetisch arts die injecteert. Oh ja, dat doe jij ook. Klopt. Zeer regelmatig. Ja. Daar gaan we het over hebben, wat je dan doet, bij wie je dat doet, waarom die mensen dat graag willen. Maar dat niet alleen, wat er in jouw behandelkamer gebeurt, maar jullie werken ook samen. Ja. Hoe kwam dat zo, Annemette? We hebben inderdaad vorig jaar de expertisegroep cosmetische ingrepen opgericht. Omdat we eigenlijk allebei vonden dat er vrij weinig bekend is in Nederland over de cosmetische industrie. Aantallen weten we eigenlijk vrij weinig van waarom mensen ingrepen ondergaan. We zien dat het fout gaat af en toe, maar we weten ook niet hoe groot die groep is. Er is niet ergens een soort CBS voor botox-injecties? Nee, zo. Vrij weinig. Ja, dus ik weet dat Tom daar onderzoek naar heeft gedaan, dus die heeft wel wat aantallen. Maar eigenlijk een nationaal register of iets, dat ontbreekt nog. We gaan het over hebben. Wat mensen doen, hoe vaak ze het doen, waarom dat ook problematisch is volgens jullie. Want beiden baart het jullie zorgen, de ontwikkeling. Maar eerst even voor de mensen die geen idee hadden waar het over ging. Brazilian butt lift, Tom? Een Brazilian butt lift is wat een plastisch chirurg doet. Dus wat ik niet doe. Maar ik word nu altijd overal voor uitgenodigd om overal over te praten. Dus ook over dit onderwerp. Ja. Maar dan zuig je vet weg bij de buik en je spuit het in de billen in. Dus je krijgt een slankere taille en een grotere bil. Ja, jij lacht daarbij van waarom zouden mensen? Of? Ja, de wereld is me sjogger geworden. Dus, oh ja? Ja. Nee, ik denk dat we gewoon mooi zijn zoals we zijn. En ik denk dat de cosmetische geneeskunde, dat is een heel mooi vak. Dus je kan, als je geaccepteerd hebt wie je bent, dan kan je net de puntjes op de i zetten. Maar waarom zijn wij dit initiatief begonnen? Omdat mensen volledig doorslaan. En wij willen dat goed in kaart brengen. Dus mijn promotieonderzoek die ging er onder andere over dat er waren geen aantallen bekend. En dat wordt ook gewoon niet bijgehouden. Dus ik zag een toename van de complicaties. Mm-hmm. We hebben in het Erasmus als enige plek ter wereld hebben we het complicatiespreekuur. Waar we dus de slachtoffers van boeven helpen. Maar ik dacht van, hoe kan dit nou dat wij de enige zijn en hoe zit het nou met de aantallen? Nou, toen zijn we erachter gekomen dat je dus in Nederland op jaarbasis ongeveer 400.000, 450.000 filler- en botoxbehandelingen doet. Dus misschien is het wel leuk om aan het publiek te vragen, hoeveel fillerbehandelingen worden er in een land als Nederland per jaar gedaan? Nou, 1 op de 40 mensen ondergaat een fillerbehandeling jaarlijks. Ja. Is dat veel? Het zijn er vanavond dan toch al 5, 6? Hè? Nou, de vraag is is dat dus veel of weinig, maar het was niet bekend. Ja. Dus wij zien 500 complicaties per jaar. Ik denk dat het topje van de ijsberg is, maar ze komen vanuit heel de wereld. Omdat, wat ik schandalig vind, iedereen ter wereld is bezig met inspuiten. Ja. En niemand is eigenlijk bezig om te kijken, wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Ja, daar gaan we het over hebben. Maar eerst even de belangrijkste cijfers op een rijtje. Wat staat er in de top 3? Wat willen mensen het meest? Als we het hebben over botox en fillers, dan is lipfillers staat bovenaan. Dat willen de mensen het liefste. Dan is het botox ter plaatse van de kraaienpootjes. En als laatste zijn er heel veel mensen die een vollere kaaklijn willen. Ja, en wat dit eventjes, en dat dit is dan de botox en de fillers, maar als het gaat om überhaupt plastische chirurgie, is de aloude facelift, doet die mee? Dan is het borstvergrotingen, bovenooglidcorrecties en wereldwijd volgens mij neus, maar er is een heel slim iemand die links van mij zit, die zit te knikken. Dus ik denk dat hij mij gaat aanvullen. Ja, zeker de neuscorrecties zijn heel belangrijk, maar het hangt er ook een beetje van. En wat willen mensen dan met hun neus?
Over het algemeen de bobbel die sommige mensen hebben, die weg laten werken. Kleinere neus over het algemeen, soms ook grotere neus. Het hangt er ook een beetje vanaf waar je gaat kijken. Want we moeten natuurlijk niet alles op één hoop gooien. Als je kijkt in Iran, dan kan het ook een statussymbool zijn om juist je neus ook iets te vergroten, iets te versmallen. Ik heb wel eens gehoord dat daar vrouwen soms ook, als ze niet een operatie hebben gedaan, wel met een pleistertje over hun neus gaan lopen om maar te laten zien van ik zou het eventueel wel kunnen betalen. Dat is het. Het is ook echt een statussymbool. Nou, dan hebben we het ook nog niet over Zuid-Korea gehad, over bepaalde Zuid-Amerikaanse landen. Dus het verschilt ook heel erg als je kijkt naar, oké, wat is populair? Ja, wat in Nederland populair is, is misschien wel heel anders dan bijvoorbeeld in Zuid-Korea, China, Argentinië. Dat is wel een beetje een ander beeld. Ja, hoe is Nederland eraan toe eigenlijk? Want jij zegt mensen zijn mechoggen geworden. Hoe doen wij het in relatie tot andere landen? Waar we ranken, zeg maar? Nou ja, willen mensen veel aan zichzelf sleutelen in dit landje? Als er een buitenlandse collega in Nederland een lezing komt geven, ja, dan is anekdotisch, dan kijkt hij naar de eerste rij. En dan zegt hij, oh yes, I'm in the Netherlands. The most undertreated population in the world. Maar het is een gebbetje. Maar we only just begun, hè? In vergelijking met de rest van de wereld, wij zijn heel Calvinistisch. Dus in Nederland zeggen we, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Mm-hmm. Dus iedereen zegt in ieder programma altijd tegen mij van, ja, maar Tom, ik zie het overal om me heen. Ik zeg, jongens, ga maar eens dit naar is New York. Slechts het begin. Of Londen, of Milaan, dit is nog maar het begin. Ja. Dus daarom zeg ik ook, omarm het, het is er, maar reguleer het dan beter. En nogmaals, in Nederland zijn we dus al heel ver, hè? Dus met die cosmetische artsen, dat een erkend medisch specialisme is. We zijn wetenschappelijk gezien echt heel ver, omdat er veel van mijn collega's en ik in het Erasmus heel veel onderzoek doen. En er zijn ja, geniale gekken, zoals Annemette en ik, die zeggen, kom op jongens, we gaan een team vormen, meer wetenschappelijk onderzoek doen en heel veel voorlichting geven. En dan vooral voorlichting geven aan kwetsbare, makkelijk beïnvloedbare jongeren. Ja, wij zijn allemaal natuurlijk nette mensen hier onder elkaar. Wij doen dat niet. Wij doen dat niet, plastische chirurgie, cosmetische chirurgie. Wij ja. zitten hier, ja. Maar waar ik heel veel zou willen zijn, is in, weet ik veel, buurthuizen of Instagram. The palaces of the people, die we net bij het vorige onderwerp hadden. Ja, 18 tot 25-jarigen, die moeten we proberen te bereiken. En dat zijn wij ook aan het onderzoeken. En om maar wat gebeurt daar nou, dat die zich ineens allemaal willen laten... Er was een hele mooie tegenlichtaflevering een tijdje geleden waar jij ook aan meegewerkt hebt. Maar wat is er toch aan de hand met mensen? Als eclectisch wetenschapper kun je daar wel antwoord op geven. Waarom doen mensen dit ineens? Over het hele beeld wat er aan de hand is. Ja. Oké, in hoeveel minuten? Waarom willen mensen zo aan zichzelf sleutelen? Ja, het idee van maakbaarheid en van schoonheid en het nastreven van schoonheid, dat is niet nieuw. Maar waar wij ook onderzoek naar doen, is bijvoorbeeld de rol van sociale media. Want we weten wel dat sociale media, zowel het passief gebruik van sociale media, dus het zien van bepaalde ideaalbeelden, je daar ook aan gaan spiegelen, dat doet iets. Mm-hmm. Dus dat kan ook iets doen met je zelfbeeld, met je lichaamsbeeld. Waardoor je misschien ook sneller naar een cosmetisch arts of plastisch chirurg stapt. En dan heb je het actieve sociale media gebruik. Dus het maken van selfies, die ook editen door middel van filters. En onderzoek heeft ook uitgewezen dat ervoor zorgt, of dat er in ieder geval een relatie bestaat tussen het filteren van je selfies en dus inderdaad ook eerder naar een cosmetisch arts of plastisch chirurg willen stappen. Ja, we zien hier wat beeldbewerking van jou, hè? Ja, dit zijn, no shame, oké. Dit zijn een paar van de filters die je heel makkelijk op Instagram kan gebruiken. Dit is heel wetenschappelijk onderzoek, is dit. Ja. Doen ze dat, die eclectici? Ja, precies. Ja, zeker. En wat je eigenlijk ziet, is dat heel veel van de filters ook een beetje dezelfde effecten bewerkstelligen. Dus eigenlijk bij alle filters die je gebruikt, worden je lippen vergroot op het moment. Het heet ook wel de Instagram face. Dus dan wordt er iets met je jawline wordt gedaan, met je cheekbones. Hier valt het nog wel een beetje mee, maar vaak is het ook een beetje de katachtige ogen. Dat is heel populair. Mijn neus wordt over het algemeen kleiner gemaakt.
Heel subtiel. Dus ook met eigenlijk die onschuldige filters die je ook, die kinderen ook gebruiken met bijvoorbeeld smiley faces of met hartjes. Daar wordt ook hun gezicht wordt ook veranderd. En dat doet wel iets met je lichaamsbeeld en de manier waarop je naar jezelf gaat kijken. Ja. Ja. Zie je nou ook dat mensen komen ze met een ander verlanglijstje ook bij jou de behandelkamer binnen, Tom, niet? Ja, dus vroeger kwamen mensen in de fanperiode kwamen ze met een uitgescheurde hitkrant. En zeiden ze, ik wil graag hierop lijken. En nu Pamela Anderson, Naomi Campbell, doe mij die maar. Ja, maar dat was heel mooi. Hè? Echt waar? Diversiteit. En nu is het zo dat al die mensen lijken op elkaar. Dus ze komen bij mij met een foto van zichzelf, met een filter eroverheen, met die kaaklijn en die jukbeenderen en de lippen. En alles is hetzelfde. Mm-hmm. En dan moet ik altijd heel hard lachen. En ik heb ook een poging gedaan. Ja, dit is heel leuk, ja. Ja. Is dit het schoonheidsideaal wat we hier ook zien of niet? Nou ja, daar ga ik me niet over uitlaten natuurlijk. Maar je ziet wel de lippen, zeker. Daar ook ik heb gewoon met wat schuifjes in de weg. Ik wist helemaal normaal niet wat ik aan het doen was. Dit zijn inderdaad iets minder filters, denk ik. Ik heb wel echt mijn best op gedaan. Hoor. Dat is een hele goede poging. Ja, ja, absoluut. Poriën, over het algemeen zie je ook geen poriën. Mensen hebben geen poriën meer in de toekomst. Want dat mag eigenlijk ook niet. Rimpels mag niet. Tekenen van ouderdom mag eigenlijk niet. Dit viel even in de. We vielen hier met jou in de reden eigenlijk, Tom. Jij zei, wat is dan het. Komen ze met een geïnstagramde versie van zichzelf aanzetten? Of merk je ook echt daadwerkelijk wat sommige mensen als gezegd hebben, dat het allemaal aan het opschuiven is richting bijvoorbeeld iemand als Kylie Jenner of belangrijke influencers waar iedereen op wil lijken? Ja, beide. Dus enerzijds willen ze daarop lijken, enerzijds willen ze op die filter lijken. Maar die filter die is ook gebaseerd op hoe. Mensen als Kylie Jenner, Kim Kardashian eruit zien. Ja. Maar het probleem is dat mensen denken dat dat normaal is. Dus die denken dat het normaal is om er zo uit te zien. Mm-hmm. Terwijl we natuurlijk gewoon allemaal bloedmooi zijn zoals we zijn. Je hebt wat foto's meegenomen, Tom, we zien hier de pakketten, hè, dat je zegt van nou, ik wil wel er een beetje zo uitzien. Je hebt wat foto's meegenomen van wat er mis kan gaan. Goede overgang. Ja, als je denkt, het is niet echt lekker beeld. Hè, dus als mensen er gevoelig voor zijn, zou ik even wegkijken. Ja. Maar praat ons een beetje erheen wat hier gebeurt. En is dit trouwens ook wat je dan laat, als iemand binnenkomt met een onrealistisch eisenpakket, dat je zegt van kijk hier eens eventjes. Nee, zo werkt het niet. Maar dus de cosmetische geneeskunde is een heel mooi vak. En je kan met botox en fillers en de puntjes op de i kun je hele mooie dingen bereiken. Maar het kan ook misgaan. Dus ongeveer 1 op de 100 behandelingen die gaat mis in de zin van een ontsteking of hobbels en bobbels. En ongeveer 1 op de 10.000... dan wordt er een bloedvat geraakt, zoals dit bij deze dame ook het geval is. Dus als je naar een onkundige dokter gaat, 3 hoog achter, en je laat een filler van Alibaba inspuiten, en je denkt dat is een hele leuke grap, Tom, maar dit gebeurt dus heel vaak, dan kan dit gebeuren. Dat heb ik opgezien. Je kunt inderdaad een hupplepup gun, heet dat, voor $18 of zo, en dan kun je zelf fillers zetten bij jezelf. Ja, en je vertelt het nu ook weer alsof het een grap is, maar dit gebeurt dus heel veel. Ook in Nederland, ook 3 hoog achter hier. Ja, en deze, ik heb dus mensen bij mij gehad en die hebben hem ook meegenomen. Precies deze. En die zeiden ook van Tom, ik hoef deze niet meer te hebben. Ik zeg, ja, dat begrijp ik lieverd. Ja, die kopen nu een van $22 dan. Ik zeg dan nu van, die zijn dan wel voor altijd genezen. Ja, maar we zagen net een fotootje. Je hebt nog wat meer beeld meegenomen van wat er dan mis kan gaan. Misschien kunnen we daar eventjes naar kijken. Want ik zit een beetje te zoeken naar wat kun je dan. Ik hoor van jou het verhaal van dat schoonheidsideaal wat alomtegenwoordig is eigenlijk. Hè. Sociale media zijn overal. Je voelt je bijna machteloos. En misschien is het wel gewoon, ik zeg het een beetje grappend, dat je zegt, nou hier, dit kan er gebeuren. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is. Is nogmaals dat we only just begun. Omarm dat het er is. En als je dan merkt dat je dochter of een vriendin of wat dan ook, dat die dat graag wil, laat je dan gewoon goed voorlichten. Dus ga naar een gecertificeerde cosmetisch arts toe. Lees met wat voor producten die werkt. Twijfel je? Top. Twijfel is top. Hoe meer je twijfelt, hoe beter. En laat je pas behandelen als je echt denkt van dit wil ik. En begin dan niet met wat sommige mensen bij mij komen, met een waslijst van dingen die ze graag zouden willen. Ja, want wat is hier misgegaan?
Dan is er en te veel filler ingespoten en er is een heel groot bloedvat geraakt, waardoor het lastig is voor ons om dit weer goed te maken. Ja. Je hebt ook een beetje een gekke rol, hè, Tom, want aan de ene kant zeg je doe het niet. En tegelijkertijd, als je naar drdekatels.nl of zo, ik weet niet, maar dan oh, kijk, hier hebben, dan zeg je van kom naar mij toe en dan geef ik je een prikje. Constante tweestrijd. Ja, hoe zit vandaag dat? Heb ik weer misschien ongeveer 10 mensen per dag. En wat ik persoonlijk het leukste vind, is heel veel uitleg geven, heel veel vertellen en dan samen met diegene tot de conclusie komen dat hij mij eigenlijk helemaal niet nodig heeft. Dus ongeveer 3 op de 10 mensen, die gaat bij mij weg met een hele grote glimlach, zonder dat diegene behandeld is. Mm-hmm. Maar want de vraag is eigenlijk die hier aan onder ligt, bij wie of bij welke groep denk je, ja, moet je doen, tuurlijk, maak jezelf wat mooier. En wie moet je tegen zichzelf in bescherming nemen? Is dat een afweging die jij dan dagelijks aan het maken bent? Ja, we weten uit wetenschappelijk onderzoek dat ongeveer, laten we zeggen 1-10%, heel breed, veel verschillende wetenschappelijk onderzoek, 1-10% van de cliënt heeft body dysmorphic disorder. Mm-hmm. Een soort psychiatrische aandoening, een soort anorexia, maar dan van het gelaat. Waarbij bij die mensen is het nooit genoeg. En dat probeer je tijdens zo'n gesprek ook eruit te zuiveren. Maar ja, wat ik net vertel, hè, dus het is er in Nederland. Het gaat nog veel erger worden. Zorg gewoon voor goede opleiding van doktoren en goede voorlichting voor jongere mensen aan de voorkant. Ja, mijn dochter is 4 nu. Nu maar beginnen, ja. Oh, Nee, zeker niet. Nee, maar ik wil daar ook wel een kanttekening bij plaatsen. Er zijn ook wel tegenbewegingen. En je ziet ook wel dat die tegenbewegingen, zoals de body positivity movement, die brengen ook wel wat teweeg dat jongeren toch ook wel dat soort content op gaan zoeken. Waardoor ze zich toch net weer wat zekerder voelen. Maar dat is toch een marginale club binnen... Ja, ik bedoel, maar het is wel aan het groeien. En wat je ook in onderzoek ziet, is dat dat toch wel iets teweeg schijnt te brengen. Mm-hmm. Is natuurlijk nog vrij nieuw, dus ja, echt effecten, dat is lastig vaststellen. Maar er is dus wel ook een tegenbeweging. Mensen zijn ook wel kritisch, maar ja, dan is weer de vraag van, ja, maar welke groep mensen is dat dan? Zijn dat inderdaad al de hoogopgeleide mensen die sowieso misschien iets minder snel naar een cosmetisch arts zouden stappen? Mm-hmm. Dat kan. Ja, ja. Ja. Maar de vraag, ik zit daar wel, ik bedoel niet per se over mijn dochter, maar gewoon überhaupt, wat kun je nou als je denkt, ik wil niet dat mijn zoon, dochter, zus, moeder dit doet. Is er iets wat je kunt doen? Of nou, wat je... Dat is dus dat niet doen, zo werkt het niet. Dus dat is net als met, je weet hoe het gaat in Amerika, met die jonge mensen die aan college gaan. Dus heel leven is alles verboden. En dan gaan ze naar college en dan gaan ze helemaal los. Dus nogmaals, omarm het dat het er is en zorg gewoon voor goede voorlichting. Ja. Dus veel uitleggen. Nog eventjes over dat vorige onderwerp. Er zijn heel veel influencers die 10 jaar geleden hun lippen hebben laten oppompen. En dat allemaal gefilmd hebben. Die komen nu allemaal bij mij om het op te lossen. Ja. Dus er is echt een tegenbeweging gaande. Ja. Word on the street is zelfs dat Kim Kardashian haar billen weer heeft laten verkleinen. Dames en heren, neem dat mee. Ik vond het ontzettend leuk dat jullie er waren. Geef ze een groot applaus. Annemette Hermans en Tom Dekatis.